Jim wien ook al bij mij in de Tweede Kamer. En nou vind ik het heel leuk om hier te wijzen. Ja, ik kom bij een heel soort lokale omroepen. En dit is wel professioneel, ja. Dus dat hij hem goed van elkaar. En dat eigenlijk alleen maar een dikke 120 vrijwilligers. Ja, dat is enorm. Ik praatte met Jan Jetse Visser, die hier lesloeken voor het CDA is. En die zei ook van, ja, we jouwen wel subsidie om clubs die volle minder vrijwilligers roemrennen dan hier. Want ja, stuur maar eens 120 man aan. Maar dat jouwt wel aan dat de meerskip direct wel de schouders onderzetten wil. Hè? Want ja, het budget is net heel groot. Maar wat je uiteindelijk deel zet, is gewoon voor de regio heel belangrijk. Ik vertegenwoordig de NLPO en wij zijn de belangenbehartiger van alle publieke lokale omroepen in Nederland, waaronder RTV NOF. De grootste problemen was in eerste instantie van de erkenning van het gebied, hè, de nieuwe streek. Inmiddels is 95% van de streken daar is commitment van tussen de lokale omroepen die daarbij betrokken zijn en de gemeenten die daarbij betrokken zijn. Dat is stap 1. En nu wordt er op het grootste deel wordt er bestuurlijk overlegd bij omroepen hoe ze dat gaan aanpakken. Dus we hebben het nu over 80 streken. Dat er een paar koplopers zijn, zo'n 10, 15 streken waar het al heel goed gaat. En er zijn ook streken die nog wat achterlopen. Nou, het CDA eigenlijk de lokale media een beetje als speerpunt. Hoe keert het CDA er daarmee om? Of is dit verkiezingsretoriek? Nee, het is weer al roem voor de verkiezing dat we met de lokale, ook de regionale omroep dwaan er binnen. Want iedereen staat zich altijd blind op de publieke omroep. Dat is landelijk, dat is echt heel belangrijk, vinden we als CDA ook. Maar het nice, wat mensen belangrijk vinden, is vooral het nice tegenbij. Als je mensen kan vragen, wat is nou belangrijk en wat zullen jou kiezen? Dan ben ik volle mensen die internationaal nice belangrijk vinden als lokaal nice. Maar dan moet het alle keer wel klappen. Dus dat is bijvoorbeeld ook de reden dat Sybrand Buma nou in deze verkiezing ik zei, ja, de minister had nog geld op een plank lezen, dat ik onder lokale omroepen spendeerd willen kennen, onder regionale omroepen. Nou, roem die extra regeltjes nou aan de kant, want dan kunnen wat extra budget vrijkomen. Dus we zien je op elk punt wat we als CDA voor lokale en regionale omroepen dwang kennen. Lokale omroepen zijn heel belangrijk. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat de lokale journalistiek heel erg verkaveld is en afgekaveld is. Daar waar je vroeger nog een lokale journalist had, nou, die zijn er niet meer. Die zijn wegbezuinigd door uitgevers. Bijvoorbeeld huis- en huisbladen die wegvallen. Nou, daarom is het behoud van een lokale omroep heel belangrijk. En in een streekomroep is het de bedoeling dat je het net wat makkelijker kan organiseren, zodat die lokale democratie in ieder geval gewaarborgd blijft. Dan heb je het over die zontje miljoen, hè? Maar die zontje miljoen, dat is net structureel. En ben de lokale omroepen daar dan al mee tjennen? Ja, dat ben ze zeker, want dat is inderdaad een potje dat net structureel is. Dus dat is geen vers bedrag wat al jaren meegaat. Maar dat bedrag van zontje miljoen euro, dat is er al zo'n 2000 zontje. We zijn nu aars een jelwijs 2018. En er is nog 0 euro uit broekt. Terwijl het hele idee wie je, nou kennen we dat geld bijvoorbeeld net broeken om die regionale omroep en die lokale omroep gewoon mij elkaar geerwerkje te letten. Je hebt doordat mij omroep Friesland als RTV Novel heel goed, ja, dan kom je er in de praktijk achter dat als je materiaal mijn wandel dealen kennen, als je cursussen dealen kennen, als je informatie uitwissel je kennen, dat versterkt elkaar, hè? Dat jouwt ook rondom de lokale omroep. En daar leidt dus ook nog geld voor, dus het zou nog volle beter kennen. Maar het yield uit Den Haag. Maar de minister had het op een plank lezen en het komt net tot besteding. Dus daarom hebben we als CDA zijn. Nou, yield vrij meidje, we gaan nog oorlier. We moeten nou echt die goede plan die er echt wel binnen. Nou, ik weer hier meidje. Nou ja, goede journalistiek kost geld. En voor niks gaat de zon op. Dus als men in Den Haag het belangrijk vindt dat die lokale democratie behouden blijft, dan moet er ook in geïnvesteerd worden. Nog hier, ik kijk al even over structureel yield. Is dat realistisch stelt? Nou, dat is wel heel lastig. Want als ik even uitgeen van het regeerakkoord, daar zit geen extra yield in. Net voor de media in ieder geval. En er ben zelfs te kwatten. Daar ben ik in de Aron hier al bezuiniging in West. Dus dat wordt wel een lastige. Maar onder andere kant zit er ook in het regeerakkoord. We willen wel eens zien hoe we die financiering beter krijgen kennen. Dus het jouwt ik wel weer wat kans. Nou, het is nou het eerste jaar van dit nieuwe regeer. Er komen er nog een paar. Dus we kennen op alle gelegenheden zien wat we wel dwang kennen. Maar mijn yield is het altijd lastig.
gemeenten krijgen wel een hele soort extra yield bij. Dus en gemeenten kunnen zelf van kiezen en daarom zijn die lokale verkiezingen zo belangrijk om wat extra te investeren. Wij snappen heel goed dat die gemeente niet meer dan die 1,14 euro van het normbedrag kan betalen. Je kan ook die rekening niet zomaar bij die gemeente neerleggen. Dat snappen wij. Maar als dus wat wij zeggen is, er moet een andere manier van herverdeling van het geld komen. En bijvoorbeeld door een groot deel daarvan bij het Rijk weg te halen. En dus niet die verplichting bij de gemeente neer te leggen. Maar het deel wat ze nu al als subsidie geven, dat moet behouden blijven. En daarnaast komt een substantieel bedrag, een basisbedrag, wat alle lokale omroepen zouden moeten krijgen, wat door het Rijk gefinancierd zou worden. En het moet ook namelijk helemaal niet uitmaken of je een omroep bent in een relatief kleine gemeente of in een hele grote gemeente. Een studio in Amsterdam kost net zoveel geld als een studio in Dantumedeel. Wat merken jullie nou van de overheid hoe ze in dit proces zitten? Zijn ze bereid om meer geld te schuiven dan ze op dit moment al doen? Nou ja, daar zijn we nu natuurlijk heel erg mee bezig in Den Haag en met het lobbytraject. Ik kan daar geen antwoord op geven, maar laat ik het zo zeggen. Als wij hadden gedacht dat wij aan een dood paard zouden trekken, dan zouden we natuurlijk niet zo fanatiek hiermee bezig zijn. Had ik naar de uitspraak van Bumeyer. Kunnen we op het CDA rekenen, of net? Nou, zeker. Wie zullen in Den Haag dat potje nou loskrijgen? Dan kan de regionale lokale omroep aan de slag. En als al die nieuwe wethouders, die nou eerst 29 maart weer aan de slag mee, en ik hoop dat er een hele soort CDA'ers tussen zitten, als die nou ook extra werk van hun lokale omroep meidje, dan komt het wel goed. Verrassend.